voor Judith van Judith op Budget en judithinthekitchen.com. Vandaag heb ik een shopvlogje voor jullie. Ik begin even met de croissants, want ik moet echt een vriezer in. 2 kwartjes roodboter croissants, hadden ze bij de Albert Heijn zelf, dus kon ik ze gelijk even halen. Dus ik zit jullie even op pauze en ren naar de vriezer toe. Daar was ik weer. Verder een stuk zalm voor morgenavond. Dan eten we asperges. Allebei de bonus. Een pak suiker. Want dat zon gisteren opgemaakt. Nu had hij de 4 in de app gezet. Maar ik ging er toch echt geen 4 halen. Een stuk kaas voor de voorraad in de koelkast. Want die was in mijn persoonlijke bonus. 2 potten Calvé mayonaise. Bonus 1 plus 1. Nee, 1 plus de helft van de prijs. Een pakje knakworstjes voor nu de lunch. Een pakje geitenkaas gerijpt. Viking Blue. Clermont Rouge. En 3 stukjes brie, allemaal 35% korting. Maar met 2 kaarsjes niet, dus dat scheelt alweer een hele berg. Dat scheelt 1 euro of 6. Het scheelt aardig wat. Dan. Even pakken. 4 salades. Kip curry. Kip curry moet ik hem wel daaronder doen. Eiersalade met wieslook, gerookte forel en een surimi rivi kreeftsalade. En dan om het af te maken met kaasjes en salades, een robuust wit stokbrood. Dus ik denk dat we dat zondag gaan lunchen. En jullie horen me een beetje hoesten, ik heb een beetje last van mijn bronchitis, dus ik ben een beetje benauwd. Daar klink ik ook een beetje... Ik heb de eerste 2 werkdagen erop zitten. Dat was echt top. Ik vond het leuk. Gezellig team. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik heb een nieuwe jurkje aan. Had ik zin in. Wel een korte. Ik had er liever lange. Maar ik denk, met fietsen ben ik bang dat ik dan tussen de vaken komt. Dus ik dacht, ik doe toch een korte aan. Voor dit alles was ik €45,88 kwijt. En anders €60. Nou. Is dit met de croissantjes erbij €60 waard? Ik vind het toch echt niet. Ik vind dat de boodschappen echt zeer duur zijn geworden. Ik denk als we nu een inflatiefilmpje zouden opnemen dat het nog erger is. Want ik zag dat de eieren inmiddels ook omhoog zijn gegaan met 20 cent. Nou ja, eigenlijk alles is omhoog gegaan. Misschien dat we er ook dan ergens deze maand weer eentje opnemen. Merk ook dat de boodschappen afgelopen maand aardig duur waren geweest. Maar dat kwam ook de maandboodschappen voor deze maand, juni, zaten er ook bij. Dus dat, ja, het vertekende een beetje. Vanavond eten we een Turkse pide van HelloFresh. En morgenavond asperges met zalm. En als het een beetje mee zit, komt de HelloFresh zondag vroeg. En dan eten we zondag iets met ragout van vismelange. We gaan het werken. Ik hoop, het is een beetje een kort filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Inspiratie opgedaan. Gezien dat het allemaal veel te duur wordt. Wat je nog kan eten wat wel goedkoop is, weet ik eigenlijk ook niet meer. En nou, tot de volgende. Ik hoop dat zondag 1 online komt. Kan ook niet zijn. Dan komt die maandag. Qua tijd zit ik een beetje... Ik ben een beetje boe van mijn nieuwe werk. Ik heb ook 2 dagen niet opgenomen. Dinsdag kwamen mijn ouders langs. Hadden we zalm met bieslook, puree en komkommer. Was erg lekker. Niks opgenomen. Maar dat kwam ook omdat mijn ouders er waren. En woensdag, mijn eerste werkdag, kwam ik thuis. Het brood wat ik mee had was van dat fitkorn of zo. Ik vond het veel te droog en niet lekker. Dus ik had slecht gegeten. Dus ik kwam thuis. We hadden nog een stukje vla. Dus dat heb ik eerst gegeten. En daarna hadden we pita broodjes met
kip en sla en het was heerlijk. We hadden er zat aan. Maar gefilmd, nee. Nee, ik ga mijn best weer doen. Ik heb gisteren wel gelukkig gefilmd. En vanavond zal ik ook weer filmen. Dus, nou, veel plezier de komende tijd. En tot de volgende.